Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 15 mei 2015. Criminelen bellen mij in verband met een rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Ze lezen mijn website. De afgelopen weken heb ik één Hollander en één buitenlander aan de telefoon gehad. En die buitenlander gaf zich uit als medewerker van de ambassade van Kuwait. Maar de ambassade van Kuwait zal mij nooit bellen. Die zal me hooguit schrijven. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, ik had al eerder een video gemaakt en dat is dat het terrorismegevaar van Nederland heel veel hoger is dan de politiek erkent. Er staat heel erg veel te gebeuren. Ik ben een internationaal strafhofrechtszaak tegen de NAVO gestart. Tegen de NAVO, Head of State, NAVO, Heads of Government, ministers van Defensie en nog wat van die administratieve medewerkers. Om de NAVO stil te leggen. De NAVO mag officieel niet meer bestaan, niet meer operatief zijn, mag niet meer communiceren met Nederlandse politici. En dat geldt ook andersom. Het volk mag nu niet meer communiceren met de NAVO. Of met personen die werken voor de NAVO op het hoofdkantoor of gewoon de soldaten in het veld. Volgens de mensenrechtenverdragen, de folterartikelen en het folterverdrag mag je niet samenwerken met personen die weigeren het VN-verdrag, de mensenrechtenverdragen, grondwet en dergelijke toe te passen. Het komt erop neer dat de machthebbers op planeet Aarde de draak steken met criminelen en terroristen. Ze doen net alsof die wettelijke verplichtingen die zij gedwongen worden uit te voeren, niet bestaan. Ze doen ook net alsof die rechtbanken niet bestaan. Ik heb in Afghanistan, Pakistan duidelijk gemaakt dat het volk van Afghanistan en Pakistan nu tegen de NAVO een rechtszaak kan starten binnen het internationaal strafhof. En daar kunnen ze dan een schadevergoeding eisen bij de staatshoofden of de hoofden van de overheid. In ons geval is dat koning Willem-Alexander en Mark Rutte. Dat geldt voor alle deelnemers aan de NAVO. Ik heb dat gedaan om duidelijk te maken dat het volk in Afghanistan, Pakistan wel degelijk een rechtspositie heeft. Alleen ze gebruiken hem niet. Dat is wat anders. Wat nu? Nou, de media weigert juridisch correct te werken. Politici weigeren juridisch correct te werken. De dictatorenclub in Nederland lijkt ogenschijnlijk stil te vallen, maar achter de schermen worden ze alleen maar gewelddadiger. Ze zijn alleen maar nog meer bezig met behoud van hun 10, 20, 30 arbeidscontracten. En wat er met het volk gebeurt, interesseert hen niks. En daar zit nu juist het zwakke punt. Niemand is geïnteresseerd in wat ik zeg. Tenminste, de mensen die het zouden moeten weten, willen het niet weten. Maar ik heb de criminelen aan de telefoon. En daarmee kan ik niet naar de politie. Ik heb er wel iets mee gedaan hoor. FBI, hoofdkantoor in Washington. Daar zit iemand die mijn dossier ten gunste van mij afhandelt. En dan moet ik maar zien wat daar uitkomt. Maar daar heeft het Nederlandse volk niks aan. Het volk heeft niets aan liegende media die net doet alsof het steeds beter gaat met Nederland, terwijl in feite het eigenlijk alleen maar slechter gaat. We moeten even afwachten hoe dit gaat aflopen, maar het zou wel eens rampzalig kunnen zijn. Dag.